Hey, hallo en welkom bij mijn Bad Hair Day. Dolly, kom je ook naar mijn Bad Hair Day? Kijk eens. Het is zo lief. I love you. Dolly heeft een beetje buikpijn. Buikgriep, zo sneu. Maar, jongens, het is feest. Het is feest. Weet je waarom? Mijn nieuwe single is uitgekomen gisteravond. Vandaar dat ik er ook zo verwilderd uitziet. Want joh, wat was het een party, hè? Niet normaal. Niet normaal. Het is echt een ravage. Maar goed, dan moeten jullie maar eventjes niet op letten. Ja, mijn nieuwe single Wrong About Love is nu uit op Spotify. En ik wil jullie vragen om hem echt helemaal de moeder te streamen. Stream hem echt de hele dag door. Doe het alsjeblieft. Het zou mij echt enorm helpen. Op Spotify ben ik nog echt beginnend. Dus om gezien te worden op Spotify heb ik echt jullie hulp nodig. Stream hem, sla hem op. Volg mijn artiestenprofiel. Het linkje staat onder in de beschrijving. Het zou echt super fijn zijn als jullie mij op die manier willen supporten. Ook al heb ik een bad hair day, gun mij alsjeblieft die streams. Vandaag een zaak, jongens. Een van je grootste nachtmerries. Er wordt aangebeld. Je doet open en er staat een draak van een clown voor je deur. Met niet de meest goede bedoelingen. Clowns staan bekend als grappenmakers. Dat ze veel vrolijkheid brengen. Maar ik denk dat dat iets van vroeger is. Op dit moment denk ik dat niemand echt meer van clowns houdt. De goede reputatie die ze ooit hadden, die is niet meer. En dit verhaal gaat het beeld alleen maar versterken. Het is echt een bizarre moordzaak. Het is een opgeloste zaak. Ik zal dat vooraf wel altijd eventjes vermelden. Want er zijn mensen die het anders niet trekken om de aflevering te kijken. Dus hij is opgelost. Ik zou zeggen, luister gewoon straks naar dit verhaal. Ik ga mijn make-up dus doen. En terwijl ik dat doe, zal ik over deze zaak gaan praten. Deze zaak heb ik wederom weer besproken in mijn podcast genaamd Moordkast. Wil je die beluisteren? Ook het linkje daarvan staat in de beschrijving. Als je me maar eerst volgt op mijn artiestprofiel, anders mag je niet luisteren. Zullen we het afspreken? Dus als je toch op Spotify bezig bent, luister dan ook mijn moordkast. Kunnen we wat dieper ingaan op de zaak? Op YouTube moet ik de gecensureerde versie aan jullie brengen. Maar voordeel hiervan is dat je vaak weer plaatjes ziet. Dat heb je met de podcast natuurlijk niet. Dus het is zeker wel een aanrader om beide te kijken. De video en de podcast te beluisteren. Voordat ik ga beginnen met het verhaal is het natuurlijk eerst tijd voor S-Onnedy. Als jij een leuke comment plaatst onder hashtag S-Onnedy, maak je kans om een volgende video een shout-out te krijgen. En de gelukkige is dit keer Isa Tempelman. Ik vind dit zo'n leuke serie en je podcast geven echt een leuke aanvulling. Superleuk en lief dat je broer ook altijd mee wil doen met de podcast. En ben super benieuwd naar je nieuwe nummer. Nou jongens, mocht je nog niet geluisterd hebben, nogmaals, link staat onder in de beschrijving. En de clip is natuurlijk ook uitgekomen, hè? Ik zal jullie eventjes een stukje laten zien. And I heard and seen everything. I'm right about a lot of things. Standing tall. Ja, ga checken. Doe het, please, please. Zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met dit bizarre verhaal. Marlene Mae McKinnon Warren wordt geboren op 15 april 1950 in Michigan. Dat ligt in de Verenigde Staten, dus Amerika. Marlene was echt een vrolijke meid. Het was echt iemand waar veel mensen op gesteld waren. Iedereen mocht haar. Het was echt wel een allemans vriend. Vriendin in dit geval. Ze wordt al ontzettend jong moeder, want op 16-jarige leeftijd bevalt ze van haar eerste zoontje, genaamd John Aarons Jr. Marlene trouwt dan ook met de vader van het kindje en ze raakt een paar jaar later opnieuw zwanger en bevalt van een tweede zoontje, genaamd Joey. Het is dus echt een gezinnetje. Ze zijn samen getrouwd, hebben twee kindjes, maar dit huwelijk houdt helaas geen stand. Als Marlene 20 jaar oud is, gaat ze al scheiden en gaat als een alleenstaande moeder verder door het leven. En ja, dit leven lacht haar eigenlijk wel toe. Dat single leven, dat bevalt haar wel. Ze werkt keihard en haar zoontjes zijn dan ook het middelpunt van haar leven. Marlene blijft niet voor lang single, want ze komt een man tegen, een aantrekkelijke man, genaamd Mike Warren. Mike is een knappe verschijning, hij is een zakenman. En ja, vanaf het eerste moment is het liefde op het eerste gezicht en dat is wederzijds. Ja, en voor Marlene was het dan ook ontzettend belangrijk dat het ook zou klikken tussen de zoontjes en Mike. Want ja, ze is toch moeder van twee kinderen. Dat moet natuurlijk wel goed gaan met een nieuwe man in hun leven. Maar Mike neemt echt de vaderrol op zich alsof het nooit anders is geweest. En hij zorgt ontzettend goed
voor John en Joey. John en Joey zagen Mike dan ook echt als hun vader. Die oude rol die kon hij prima vervullen. Meer dan Marleen had durven dromen. Mike vraagt Marleen ten huwelijk en ze trouwen dan ook vrij snel met elkaar. Ze stapten niet alleen in het huwelijksbootje, maar ze werden ook zakenpartners. Samen kochten ze verschillende panden die ze dan verhuurden en bouwden hier flink wat mee op. Met dat geld wat ze verdienden van de huurders konden ze weer nieuwe panden kopen, die konden ze weer verhuren. Ja, dat deden ze dan samen met elkaar en Marleen was dan echt de huisbaas. Die ging langs om te kijken of alles nog goed was, problemen werden opgelost. Zij inde het geld, dus het was een goede samenwerking en ze konden daar echt wel goed van rondkomen. Mike opent daarbij nog zijn eigen bedrijf. Hij investeert in zijn eigen autobedrijf genaamd Bargain Motors. Hij verkoopt en verhuurt auto's en het zijn dan niet de meest dikke bak hoor die hij aanbiedt. Het zijn auto's die bedoeld zijn voor... ja, de wat minder bedeelde mensen die eigenlijk geen auto konden betalen. Dan kwamen ze bij Bargain Motors terecht. Ja, die werkwijze van Mike zat wel een beetje op het randje. Kwamen echt mensen met geldproblemen daar bij Bargain Motors. En dan was Mike er om ze alsnog een auto aan te smeren die ze eigenlijk helemaal niet konden betalen. Dat ging dan met een soort regeling dat ze op afbetaling toch die auto konden kopen. En wanneer zij die betaling niet konden voldoen, dan werd die auto meteen weer in beslag genomen. Dus dan had Mike er geld aan verdiend, maar ook zijn auto weer terug die hij weer kon verkopen. Dus ja, hij werkte niet op de meest eerlijke manier, zou je zeggen. Het ging ze zakelijk verder goed af. Het gezin bracht echt veel geld in het laadje. Ze begonnen dan ook te genieten van het luxe leventje en kochten eind jaren 80 een huis in een enorm luxe wijk, genaamd de Arrow Club. Dat ligt in Palm Beach County in Florida. En ik kan je vertellen, dit is echt niet zomaar een villa-wijkje, jongens. We hebben het echt over de grootste huizen, de rijkste der rijken die daar kunnen wonen. Die wijk had zelfs een eigen landingsbaan, zodat mensen met hun privévliegtuigen daar konden landen en opstijgen. En er ging dan zelfs naar elk huis een taxibaantje. Ja, iemand had dan gewoon zijn vliegtuig in de achtertuin staan. Konden zo naar de landingsbaan taxiën. Ja, zo ontzettend luxe was het daar. We hebben het niet over een normale wijk, jongens. Ik zei het al. Nou, en drie keer raden. Mike en Marleen hadden hun eigen vliegtuig, hun eigen racepaard. Je kunt het je zo gek niet bedenken, maar je kon daar echt alleen maar wonen als je kon zwemmen in het geld. Het gaat het gezin voor de wind totdat er echt iets enorm tragisch voorvalt. De oudste zoon van Marleen, die inmiddels 22 jaar oud is, komt om bij een dodelijk auto-ongeval. Ja, dit gebeurde in 1988 en vanaf dit punt komt het huwelijk van Mike en Marleen dan ook onder druk te staan. Iedereen gaat natuurlijk op zijn eigen manier met verlies om. Je ziet toch wel vaak dat gezinnen dan uit elkaar gedreven worden. En in dit geval was dat ook wel een beetje zo bij dit gezin. Het is zaterdagochtend 26 mei 1990. Het is Memorial Day weekend. Het is een Amerikaanse feest / gedenkdag waar ze omgekomen Amerikaanse militairen herdenken. Het is eigenlijk een beetje zoals bevrijdingsdag voor ons is. Alleen Amerika pakt dan uit met een groot feest. Mensen komen bij elkaar, ze eten, ze feesten. Nou, het is dus die zaterdagochtend en zoon Joey had wat vrienden uitgenodigd. Hij had namelijk een ongeluk gehad waarbij hij zijn been had gebroken en zat in het gips. Moeder Marleen hielp hem daarbij en ja, zijn vrienden die kwamen langs om bij elkaar te komen voor deze gedenkdag. Op dit punt is Joey inmiddels 20 jaar oud. Mike was onderweg naar een paardenrace, die was net vertrokken. Hij zat met vrienden in de auto en hij zou wat paardenraces gaan bezoeken. Marleen, Joey en de vrienden van Joey gaan dus ontbijten die ochtend. Ze zitten gezellig met z'n allen aan tafel. Er parkeert op dat moment ineens een witte auto op hun oprit en ze zien in een ooghoek dat er een clownsfiguur met ballonnen uitstapt. Dit figuur belt uiteindelijk aan en Marleen loopt opgewekt naar de deur. Want die denkt, oh gezellig, een clown, wat top. Helemaal leuk. Ik doe open. Ze had nog aan tafel gezegd van, hey, kijk daar, die clown. Ze was echt blij om die clown te zien. Die clown die belt aan. Marleen doet opgetogen de deur open en ziet daar de opgedofte clown voor haar neus staan. Een clown met een verwilderde oranje krullenpruik, witrode schmink, een paar ballonnen en een mandje met bloemen in de hand. Op een van die ballonnen stond de tekst You're the greatest. Joey hoort zijn moeder nog zeggen, oh, how pretty. En daarop volgt
een keiharde knal. Het dringt Joey en zijn vrienden nog niet meteen door van wat hier gaande is. Ze dachten in eerste instantie aan een knal van een ballon die misschien kapot was geknald. Totdat ze Marlene op de grond zien vallen en realiseren op dit punt dat er iets goed mis is. De clown had haar van dichtbij door het gezicht geschoten met een pistool en draaide zich om en liep kalmpjes terug naar de witte auto. Alsof het een alledaagse bezigheid was. Super casual, niks bijzonders, ik draai me om en ik ga er van tussen. Joey probeert de clown nog te volgen, maar hij zat natuurlijk met een been in het gips. Dus dat ging natuurlijk niet echt heel erg makkelijk allemaal. Hij was niet snel genoeg om de clown bij te houden, maar hij schreeuwde wel het een en ander. Echt alles wat hij kon bedenken, dat schreeuwde hij naar de clown. Waarop de clown zich op een gegeven moment wel omdraait. Die clown die zegt geen woord, geeft geen kick. Ze kijken elkaar alleen eventjes een momentje aan. En wat Joey vooral opvallend vond, waren de grote bruine ogen van de clown. Die waren zo opvallend donkerbruin, dat hij die nooit is vergeten. Nou, de clown stapte in de auto. Ging er gewoon vandoor zonder iets te zeggen, zonder dus ook maar iets te doen verder. Joey stapt ondanks de pijn aan zijn been toch in de auto samen met een van zijn vriendinnen, die ten tijde van de gebeurtenis ook in het huis was. En hij wilde de clown achtervolgen, maar ja, de auto was al zo snel verdwenen en uit het zicht. Ze konden de witte auto niet meer vinden. Ze waren de clown kwijtgeraakt. Het was natuurlijk de buurt ook niet ontgaan dat er wat vreselijks was gebeurd, want ja, iedereen had wel die harde knal gehoord en het geschreeuw en de commotie erom. Dus er waren verschillende mensen gaan kijken. Zo kwam er ook een dokter in de buurt die Marlene eerste hulp biedt, want ze leefde op dit punt nog. Er was dus nog wel een kans dat ze het zou overleven en ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht zodra de ambulance arriveerde. Joey belt ondertussen zijn stiefvader Mike op om te vertellen wat er gebeurd is. Zijn moeder is neergeschoten. Mike zat op dit punt nog in de auto met zijn vrienden en hij heeft zijn vrienden meteen het bevel gegeven om te keren en terug te gaan naar zijn huis. Hij was totaal in shock. Joey beschrijft dit dan ook echt als de ergste dag van zijn leven. Zijn moeder was echt zijn maatje. Hij had echt een hele sterke band met zijn moeder. Dus ja, voor hem was het echt een grote nachtmerrie die was uitgekomen. Het bizarre aan dit hele verhaal is, Marlene was gek op clowns. Dat is ook de reden waarom ze dus zo enthousiast naar de deur liep om hem open te doen. In haar tienerjaren schilderde ze graag en heeft ze dus meerdere schilderijen gemaakt van verschillende clowns. Op YouTube is een fragment te vinden waarop je de moeder van Marlene dus de schilderijen laat zien. In haar huis stonden ook verschillende beeldjes van clowns. Ja, het was wel duidelijk dat ze echt van clowns hield. Dat is natuurlijk een heel bizar gegeven na wat Marlene is overkomen. Ondertussen vecht Marlene keihard voor haar leven in het ziekenhuis. Maar na 2 dagen komt er toch een moment dat de doktoren en de verplegers niks meer voor Marlene kunnen betekenen. Ja, de familie besluit dan ook om Marlene van de beademing af te laten halen en haar te laten gaan. Er was ook geen andere keuze. Ja, op een gegeven moment kun je ook niet anders. Marlene overleed dus uiteindelijk na 2 dagen in het ziekenhuis. Wanneer de politie het huis onderzoekt, vinden ze dus de bloemen en de ballonnen als stille getuigen. En die bloemen en die ballonnen die lagen dan bij de deur. Het was aan hun de taak om nu uit te zoeken wie zat er in dat clownspak. Wie zou er in godsnaam zoiets doen? En dan ook nog verkleed als clown. 2,5 jaar ervoor was ongeveer hetzelfde gebeurd bij een vrouw genaamd Lida Sullivan. Zij werd begin 1987 ook neergeschoten door iemand die verkleed was als clown. Die zaken kwamen echt eng overeen met elkaar. Want Lida had die ochtend de deur open gedaan voor een clown. Die clown had een bosje rozen in zijn hand. Die zou gevraagd hebben aan Lida of ze de rozen wilde aannemen, waarop hij haar door het hoofd schoot. Ook dit gebeurde dus in hetzelfde gebied, in Palm Beach County. En dan zou je zeggen, is het dan toeval? Dit moet toch wel met elkaar te maken hebben? Of zijn deze gelijkenissen puur toeval? Er wordt bij moord natuurlijk het eerst gekeken naar de gezinssituatie. En zo werden de pijlen eerst gericht op de man Mike. Maar ja, Mike had een sluitend alibi, want hij zat die ochtend natuurlijk met zijn vrienden in de auto om naar die paardenraces te gaan. Ja, die vrienden konden natuurlijk bevestigen dat hij echt in die auto zat. Hij kon dus in ieder geval niet de moord hebben gepleegd. De politie verhoort ook de ouders van Marlene en komen erachter dat ja, het huwelijk echt op spanning stond. Marlene zou een paar weken daarvoor haar zorgen hebben geuit over het huwelijk tegenover haar ouders. En dat ze
vermoeden dat Mike een affaire had. Ze had zelfs aangegeven te willen gaan scheiden van Mike. Maar zei ook tegen de ouders van, nou, het gaat geen makkelijke scheiding worden als ik inderdaad die keuze ga maken. Ze hadden natuurlijk samen deze bedrijven. En die stonden op naam van Mike, maar ook op die van Marleen. En hun vermogen stond destijds op een bedrag van $1,1 miljoen. En dat is misschien voor dit tijdperk niet zoveel. Maar in die tijd was 1,1 miljoen echt zo ontzettend veel geld. Het was gewoon veel meer waard. Maar ja, had Mike hier nou een motief? Had hij wellicht iemand ingehuurd? Met haar dood zou hij natuurlijk alles krijgen, in bezit krijgen, wat ze samen hadden opgebouwd, zonder dat Marleen daar nog tussen zit. Want een scheiding, dat zou hem echt wel heel veel geld gaan kosten. Wanneer de politie verder in het leven van Mike duikt, komen ze er inderdaad achter dat hij er een affaire op nahield. Hij was stiekem met een vrouw genaamd Sheila Keen. Nou, Sheila was 26 jaar oud, dus echt wel een stuk jonger dan Mike. Het was echt een knappe verschijning. Ze was lang, ze was slank. Ze had lang donker haar. Ze was wel een beetje een tomboy. Maar mensen omschrijven haar niet per se als een hele warme persoonlijkheid. Het was best wel een harde tante die echt er alles aan zou doen om haar zin te krijgen. De buren van Sheila zouden Mike zo vaak bij het appartement van Sheila hebben gezien dat ze dachten dat Mike haar man was. Ze was wel getrouwd, maar niet met Mike. Dus ja, ze hadden beide een affaire. Ook Sheila ging vreemd. Sheila zou ook werken bij het autobedrijf van Mike. Wat ik jullie net vertelde, van het in beslag nemen van auto's als iemand zeg maar de lening niet kon betalen of de afbetaling niet kon voldoen. Dan werd die auto in beslag genomen. Sheila was degene die langs klanten ging om die auto's weer af te nemen. Nou, daar moet je natuurlijk wel een sterke persoonlijkheid voor hebben. Ja, dit ging dan ook echt niet op een zachtzinnige manier. Er kwamen zelfs wapens aan te pas. Sheila deed er alles aan om een auto terug te krijgen. Ze ging letterlijk over lijk hoor, die vrouw. Die had echt geen filter. De medewerkers van Bargain Motors die waren ook op de hoogte van deze affaire tussen Sheila en Mike. Zo zou zelfs de vrouw van Mike, Marleen dus, die vermoord is, de zaak binnen zijn gestormd. Super kwaad. En ze zou daar haar man hebben geconfronteerd met de affaire. In een apart kamertje stonden ze te ruzien, maar iedereen kon het horen en ervan meegenieten. Uiteindelijk eindigt deze conversatie. Marleen loopt boos het pand uit en Mike roept nog echt iets heel opvallends. Hij roept tegen zijn medewerkers, voor €10.000 mag je mijn vrouw vermoorden. Wie wil het doen? Want ik ben er helemaal zat. Nou, dat is niet echt iets wat je zomaar zegt als je boos bent. Of misschien wel. Hebben jullie hier ervaring mee? Want ik zou het niet in mijn hoofd halen om zoiets te zeggen over mijn partner. Ja, dat zijn nogal uitspraken. Maar goed, Mike en Sheila en die affaire, die ontkennen ze richting de politie. Hebben ze ook altijd ontkend. Er zijn eigenlijk superveel mensen die het bevestigen. Maar volgens hun is het klinkklare onzin. Nee, die hebben echt helemaal niks met elkaar te maken. Nou, de recherche blijft de moord onderzoeken. En ze analyseren ook de kogel die gevonden is in het gezicht van Marleen. En ze komen uit op het wapen genaamd 357 Magnum. Ik probeer het in het Engels uit te spreken als ik zeg 357 Magnum. Kan ook in ieder geval een Magnum. De auto waar de clown in reed, dat bleek een witte Chrysler LeBaron te zijn. En 4 dagen na de moord werd zo'nzelfde soort auto gevonden op een parkeerplaats in Palm Beach. De auto wordt in beslag genomen en wordt grondig onderzocht. En daar komen ze toch op ontdekkingen, jongens. Ze vinden in deze auto oranje synthetische vezels en een lange bruine haar. Nou, die oranje vezel, ik denk dat we allemaal het rekensommetje wel kunnen maken. Dat zou de clownspruik kunnen zijn geweest. Maar ja, hoe zat het met die lange bruine haar? Het onderzoeksteam dacht eigenlijk, over man. Het moet toch wel man geweest zijn. Ik snap ook niet waarom je daarvan uitgaat. Maar goed, in ieder geval, ze dachten al die tijd na over een man. En toen ze die lange bruine haar vonden, begonnen ze toch een beetje aan deze theorie te twijfelen. Joh. Alsof alleen mannen zoiets gruwelijks kunnen doen. Er wordt nagetrokken van wie deze auto is. En dit blijkt een gestolen auto te zijn van een autohandel genaamd Payless Car Rental. Ja, een soort autohandel, soortgelijk aan die van Mike. De auto zou een maand daarvoor verhuurd zijn aan een koppeltje. Toen ze deze wilden terugbrengen, hebben ze de autohandel opgebeld van, hey, we zijn hier klaar, we gaan de stad uit, we hebben de auto niet meer nodig, dus we leveren hem weer in. En ze krijgen nogal rare instructies van het bedrijf.
Ze moesten namelijk op een willekeurige parkeerplaats de auto achterlaten met de sleutel in dat flapje, weet je wel, het zonneklepje. Dat is wel een beetje vreemd. Dat is niet echt hoe een professionele autohandel dit misschien zou afhandelen. Of nou ja, misschien zeker niet. Dit stel voelde zich er al heel vreemd bij. Die had zoiets van, ja, dit raar. Ze volgen deze instructies uiteindelijk toch op. Want ja, wat moeten ze anders doen? Dit is nou eenmaal wat ze door hebben gekregen van het huurbedrijf. Dus ja, de volgende dag is de auto verdwenen. Surprise, surprise. Het koppel belde nogmaals naar Payless Car Rental. En die eigenaar geeft aan, ik heb jullie helemaal nooit gesproken. Wat is dit voor iets raars? Jeetje jongens, wat een mysterie. Maar goed, ik ga dit mysterie meteen voor jullie eventjes oplossen. Nou, hoe zit het nou precies? Het koppel had naar het verkeerde autobedrijf gebeld. Ze hadden namelijk, jawel, naar Bargain Motors gebeld. Het bedrijf van Mike. Bargain adverteerde namelijk met een enorme advertentie. En bovenaan stond pay less, dus betaal minder. Hierdoor raakten ze in de war en dachten ze dat ze dus met Payless Rental te maken hadden. Maar het was niet zo. Ze hadden Bargain Motors aan de lijn. De medewerkers geven aan de auto niet daar te hebben gezien. Niemand weet wat hiermee gebeurd is. Tuurlijk niet. Ook toen de medewerkers van Bargain Motors werden ondervraagd, was de auto niet bij hun bekend. Alle alarmbellen waren inmiddels wel afgegaan. En ik denk dat dat wel te begrijpen is. En de politie besluit om Sheila te gaan verhoren. De politie vraagt, waar was je ten tijde van de moord? En ze geeft aan dat ze dus auto's in beslag aan het nemen was die ochtend. Maar ze wist niet meer zeker welke klanten dat waren. Welke auto's dat waren, ze had geen idee. Dat is natuurlijk wel een beetje gek. Maar goed, misschien hield dus de administratie niet zo goed bij. Nou, haar alibi was in ieder geval niet sluitend en kon niet door iemand bevestigd worden. Dus de politie kon dus niet met zekerheid zeggen of Sheila ook daadwerkelijk op die plek geweest is. Maar goed, Sheila die plukt tijdens het verhoor een haar uit haar hoofd. En geeft hij aan de politie van hier, ga maar onderzoeken of deze haar wel overeenkomt met de haar die in de auto is gevonden. Laat maar zien dan dat ik het heb gedaan. Oké. Kijk jongens, ik heb extensions, hè? Stel dat ik dat zou doen, dan zou ik een haar uit mijn extension mat kunnen trekken. Dan zijn we ook snel klaar. Nou, het haar werd onderzocht. Het werd vergeleken met het haar die in de auto was gevonden. Maar na dat onderzoek konden ze niet met zekerheid vaststellen of dit ook daadwerkelijk een match was met Sheila's haar. Dus ze hadden hier helemaal niks aan. Toch krijgt de politie een interessante tip binnen. Een van de zakenpartners van Mike komt met een stuitende verklaring. Na de moord zou Mike naar hem toegekomen zijn met een tas met 4 geweren erin. Waaronder dus zo'n magnum, zo'n wapen die gebruikt is bij de moord. En hij zou een oranje clownspruik hebben afgegeven. Hij had aan deze zakenpartner gevraagd of hij de wapens op zijn zolder wilde verstoppen. En de pruik wilde verzwaren en in een kanaaltje wilde dumpen. Maar was deze tip ook geloofwaardig? Want op de zolder van die man werd helemaal niks gevonden. En ook de oranje clownspruik dook nergens op. Ja, dan was het nog de grote vraag. Waar kwam het clownskostuum vandaan? Was die misschien aangeschaft vlak voor de moord ergens? In 1990 hadden mensen nog niet de luxe om online dingen te bestellen. Dus ze moesten speciaal naar winkels om feestartikelen of kostuums te kopen. Er waren op dat moment in die regio maar 3 van zulke soort winkels geopend. Dus de rechercheurs ging bij elk van die winkel langs om te kijken of ze iemand een clownspak hebben zien kopen. Zo komen ze ook bij de Spotlight Costume Shop terecht. En een van deze dames die er werkt komt met een opvallende verklaring. Ze hadden namelijk de dag voor de moord nog een clownskostuum aan iemand verkocht. Ze konden zich deze persoon zich nog goed herinneren. Het was een vrouw. En zij klopte bij hun aan op het raam na sluitingstijd. Dus de winkel was net gesloten. Er stond daar een vrouw aan de deur te bonken van, hey, ik moet wat hebben. De verkoopster vertelde haar van, je moet morgen terugkomen, want we zijn dicht. En ze had echt gezegd dat het spoed was, alsjeblieft. Ik zal heel snel zijn. Ja, het had allemaal veel haast en ze lieten haar dus uiteindelijk toch binnen om snel wat af te rekenen. Haastig had deze vrouw een clownspak uit het rek gepakt, schmink, een oranje pruik, een sponzen neus. Nou, ze rekende contant af en is vertrokken. Ze omschrijven haar als een mooie vrouw met lang donker haar. Een brunetje. Ook waren haar grote bruine ogen de medewerksters opgevallen.
Nou, wat deed de politie? Die kwam met een aantal foto's langs. Allemaal op een rijtje van een beetje dezelfde uitziende vrouwen zoals Sheila. En er zat dus ook een foto van Sheila tussen. En een van die medewerksters, die pikt de foto van Sheila eruit. Van, ik denk dat zij het is. Volgens mij is dat de vrouw die het clownspak heeft gekocht bij mij. Dus ja, ze wordt herkend als de persoon die de dag voor de moord een clownspak zou hebben aangeschaft. Ook zou de ochtend van de moord bij een andere winkel dezelfde bloemen en de ballonnen zijn aangeschaft in een supermarkt door ook een vrouw met lang donker haar. Het bleek ook dat Sheila het bezit was van een wapen, maar die werd nooit gevonden. En toevallig was dat dus ook zo'n Magnum. Dus alles wijst eigenlijk wel in de richting van Sheila. Maar ja, alles is nog indirect. Ze moeten komen met concreet bewijs, sluitend bewijs, forensisch bewijs. Anders zouden ze Sheila nooit achter slot en grendel krijgen en ja, was de zaak gewoon te zwak. En hoe zit het met Mike? Zou hij dan betrokken zijn geweest? Heeft hij er iets mee te maken? Hij heeft tenslotte een sluitend alibi, maar heeft wel geroepen dat iemand 10.000 euro zou krijgen als die zijn vrouw vermoord. Al dan niet in een boze bui, ja, je weet het niet. Blijf erbij, zoiets zeg je natuurlijk niet zomaar. Uiteindelijk besluit de politie zijn hele hebben en houden op de kop te zetten. Dus zijn hele bedrijf wordt overhoop gehaald. Alle dossiers, alle facturen, alle administratie wordt in beslag genomen. En de politie gaat alles nog eens na. Ja, we wisten natuurlijk dat Mike niet hield van het werken binnen de lijntjes. Hij hield er nogal shady praktijkjes op na. En ze vinden niks om hem in verband te brengen met de moord op zijn vrouw. Maar openen wel een hele andere beerput. Er wordt bewijs gevonden voor fraude, afpersing, voor diefstal. En hij zet kilometerstanden terug om de auto's voor een hoger bedrag te kunnen verkopen. Dus meneertje Mike is er gloeiend bij. Hier wordt Mike dan ook voor gearresteerd en achter slot en grendel gezet. Hij wordt schuldig bevonden aan maar liefst 43 van deze aanklachten. 43! Hij krijgt 9 jaar celstraf, dus ja, wat hij ook precies heeft gedaan is niet niks. Hij krijgt niet zomaar 9 jaar cel. 43 aanklachten. Schuldig bevonden. Jeetje Mike, wat heb je gedaan met je leven? Het forensisch bewijs voor de moord op Marlene blijft uit. Er wordt verder niks gevonden en maanden gaan voorbij en daarop volgen de jaren en nog meer jaren en nog meer jaren. De zaak veranderde hierdoor in een cold case. Lijkt me echt super frustrerend, want eigenlijk, als je dit hoort, dan is het toch zo klaar als een klontje wie dit heeft gedaan, hè? En dan toch moet je het laten omdat je niet genoeg bewijs hebt. Totdat in 2014 de zaak nogmaals aan het licht komt. Mike werd rond het jaar 2000 weer vrijgelaten, maar is in 2002 getrouwd met niemand minder dan Sheila, de hoofdverdachte van de moord op je eigen vrouw. De vrouw waar je absoluut geen affaire mee bleek te hebben. Oké, na je vrijlating trouw je met die chick? Hoe hou je het in je hoofd om iemand te gaan trouwen die mogelijk de moord op je vrouw heeft gepleegd? Ik snap niet hoe je dat in je hoofd houdt. Ik vind het onbegrijpelijk. Ja, dit zaakje stinkt aan alle kanten en ik ben niet de enige die dat vindt. Dus de politie ging op onderzoek uit. Hoe zat het nu met deze twee mensen? En konden ze de zaak misschien heropenen? Met de nieuwe DNA-technieken was er natuurlijk nu veel meer mogelijk. Ze zijn een heel nieuw leven begonnen in Virginia. Ze wonen in een groot, mooi huis. Ze hebben het weer helemaal voor elkaar. En Sheila, je zou bijna denken, ze heeft na al die jaren wat ze wil. Het heeft lang geduurd, maar ze heeft uiteindelijk wel wat ze al die tijd wenste. Ze zijn daar samen een burgerrestaurant gestart, genaamd The Purple Cow. En ze leven daar verder best wel een beetje anoniem bestaan. Zij heeft een andere naam aangenomen. Ze noemt zichzelf nu Debbie in plaats van Sheila. Ze heeft haar helemaal geblondeerd. Echt een heel nieuw leven, alsof niks gebeurd is. Echt bizar. Ze nemen afstand van alles wat er in Palm Beach heeft voorgevallen. Ja, eigenlijk doordat de recherche hierachter is gekomen, zijn ze het onderzoek opnieuw gaan heropenen. Zijn ze dingen opnieuw gaan onderzoeken. Zo werden ook de haren opnieuw onderzocht. Destijds kon niet zeker worden vastgesteld of de haren van Sheila waren. Maar dankzij de nieuwe technieken viel Sheila dan toch uiteindelijk door de mand. Er was nu toch wel een match gevonden. Zij heeft gewoon in die auto gezeten. Punt uit. Ik vind het zo apart. Ze heeft toch zelf die haar overhandigd. En dan zou je denken, nou, op het moment dat jij het hebt gedaan, doe je dat toch niet?
zou het dan toch een bepaald soort arrogantie geweest zijn? Dit leidt tot een doorbraak in de zaak. En de politie heeft nu eindelijk voldoende bewijs om Sheila aan te houden. Maar ja, ze woont natuurlijk nu in een andere staat, in Virginia. Dus de politie in Virginia wordt op de hoogte gesteld en er wordt naar het koppel uitgekeken. Op 7 september 2017, we zijn al heel wat jaren verder, want onderzoeken van alles, ja, het heeft dus toch wel heel veel tijd in beslag genomen. Wordt de rijdende auto met Mike en Sheila erin gespot op de weg. Politie vraagt of ze aan de kant willen stoppen. En Sheila wordt gearresteerd en meegenomen door de politie. En ja, dan zit ze in dat busje en dan heeft ze, ja, totaal geen idee waar het over gaat. Waarom moet ze nou gearresteerd worden? Nou, ze heeft geen idee. Daar zit ze dan met haar geblondeerde haartjes achter in het politiebusje. Sheila wordt opnieuw verhoord, maar weigert iets te zeggen. Ze kiest ervoor om te zwijgen en ze laat ook helemaal niks los. Uiteindelijk wordt ze aangeklaagd voor de moord op Marlene en wordt ze uitgeleverd aan Palm Beach County. Ja, ze beweert uiteindelijk zelf onschuldig te zijn en de zaak krijgt enorm veel aandacht in de media. Mike, die staat zelf ook de verslaggevers te woord. Ja, dat vind ik dus echt zo erg. Hij neemt Sheila, dus zijn nieuwe vrouw, volledig in bescherming. Hij beweert dat Sheila daar totaal niks mee te maken heeft. Tot nu toe komt Mike niet over als een rouwende echtgenoot, hè? Jongens, het is nooit dat hij nieuwsgierig is naar wie er wel schuldig is. Of sowieso trouwen met de hoofdverdachte in de zaak van je vermoorde vrouw. Ja, en haar dan uiteindelijk in het openbaar met camera's beschermen. Ja, jongens, je zou toch denken, die man heeft er zelf wat mee te maken. Op dit punt heeft de politie nog steeds verdenkingen rondom Mike. Ik snap dat wel. Om de zaak sterker te maken gaat de politie echt alle dossiers door. Nogmaals, alles eventjes af om te kijken of ze nog dingen missen. En ze komen op een tip terecht die een jaar na de moord op Marlene is gegeven door een strafrechtelijk advocaat. Die zou zich gemeld hebben en het volgende verhaal hebben gedaan. Deze advocaat was in dienst van de zoon van Mike, dus Joey, de zoon van Marlene. Mike zou hem op een bepaald moment hebben aangesproken en hij had gevraagd van wat zijn de gevolgen als een man zijn vrouw vermoordt in huis. En de advocaat zou hebben gezegd, als de man het iemand anders heeft laten doen en hij kan niet in verband worden gebracht met deze persoon, dan komt hij op vrije voeten terecht. De advocaat had een voorbeeld gegeven van, stel iemand pleegt een moord in een clownspak, wordt het lastig om die persoon te linken aan iemand anders. Omdat, ja, die persoon moet natuurlijk eerst geïdentificeerd worden, dat wordt al lastig. Laat staan jou te linken aan die persoon. Dat is natuurlijk wel raar, hè, jongens? Dus zou Mike er toch iets mee te maken hebben? Ze geloven in ieder geval dat Sheila de ochtend van de moord naar de supermarkt ging om bloemen en ballonnen te halen. Zichzelf daarna verkleed heeft als clown. Naar Marlene is gereden en haar heeft neergeschoten. Ja, 27 jaar later, jongens, is de moord uiteindelijk toch opgelost. Tot op de dag van vandaag pleit Sheila onschuldig te zijn. Haar arrestatie is inmiddels 4 jaar geleden en het proces is nog steeds niet van start gegaan. Dat staat gepland voor maart 2022. Ja, en Mike Warren is nooit gearresteerd voor de moord op zijn vrouw. En het blijft onduidelijk of hij een aandeel heeft gehad. Stiekem, denk ik, voel ik dat dat wellicht wel het geval is. Hij is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie van deze zaak vinden. En ik denk, als we iets hebben geleerd, is dat je nooit open moet doen voor clowns. Mij lijkt dat echt de hel als je ziet dat er een clown met ballonnen voor de deur staat. Oh mijn god, ik zou niet eens durven de deur open te doen. Goed, ik heb hier ook een podcast over gemaakt. Die staat nu op Spotify. Vergeet natuurlijk ook niet mijn nieuwe single Wrong About Love te streamen en mijn clip te bekijken. Linkjes staan allemaal onder in de beschrijving. Mocht je nou ideeën hebben voor zaken, laat me dan absoluut eventjes weten hieronder. Maak er vooral een heel veilig weekend van, jongens. Tot de volgende keer. Doei!